Dit is Buurvrouw's Blog. Hé, wat nou weer? Nou, dat gaat het worden hoor, dat Halloweenfeest van het koor. Eens even kijken, hoe laat is het nu? Oh, ik heb nog genoeg tijd. We moeten wel wat eerder zijn, maar het feest begint pas echt om 9:00 vanavond. Dus ik denk dat ik nog lekker even een paar uurtjes ga slapen op de bank. Anders red ik het niet tot diep in de nacht. En nee, ik ga geen koffie drinken om wakker te blijven. Die bedje bed kan me wat. Tot gisteravond aan toe heeft de buurvrouw aan mijn hoofd lopen zeuren over dat bedje bed wel eens gevaarlijk kan worden als ik haar blijf dwarsbomen. Oh, die buurvrouw die heeft me af en toe een fantasie als het om koffie gaat. Nou ja, het zal allemaal wel overwaaien. Trouwens, ze belde me net om te vragen of ik met haar meeloop naar het buurthuis, omdat ze nogal wat Halloween spullen bij zich heeft. Nou, lekker dan, dat wordt me weer een gesjouw straks. En heb ik ook nog een hele doos die mee moet, omdat Charlotte zelf nooit ergens voor zorgt. Tring, tring, ding, dong, ding, dong. Joehoe, buurvrouw. Ja, ik kom er al aan. Hé, jeetje, ik was net een beetje in slaap gevallen. Joehoe, buurvrouw. Je hebt nog steeds je bel niet gemaakt, hè? Het is maar goed dat het nog vroeg is. Anders had ik heel de buurt wakker geroepen. Met mijn perfecte ding-dong-tring. Ja. Belimitatie. Wat kom je doen? Nou, buf, ga je mee? Mee? Ja, het feest begint over een paar uurtjes. En we moeten Charlotte nog helpen met versieren. Hé? Is het al zo laat? Ja. Nou, hè? Jeetje, nou, je moet even wachten hoor, buf. Ik moet even naar boven. Even andere kleren aan en een beetje opfrissen. Ja, mopper. Sta ik zo weer een kwartier te wachten. En ik had nog wel een belangrijke vraag. Oh, ik hoorde naar beneden komen. Zeg, buf, ik moet zeker weten of je wel meedoet met koffiedrinken vannacht. Wat? Ja, ik heb 6 volle thermoskannetjes bij me, maar ik weet niet of dat wel genoeg is voor ons tweeën. En anders moet ik nog bijzetten. Hé, wat sta je nou te schreeuwen? Ik ben zo beneden. Maar die koffie, die mag je helemaal alleen opdrinken. Ik ga aan de wijn en de groene thee vanavond. Hé, buf, waarom knal je dat licht nou in ene uit? Ik sta hier halverwege de trap met die doos. Ik heb helemaal niks gedaan. Oh nee, buf, het is bed. Buurvrouw, ben je er nog? Ik denk toch echt dat de stoppen zijn doorgeslagen of zo, hoor. Ik snap er niks van. En dan begint... Hè? Het begint te onweren buiten. Zag je die flits? Oh, wat een harde donderslag. Kan dat nou? Het licht doet het weer. Oh, daar ben je. Goh, heb je je al verkleed? Nou, je ziet er wel erg eng uit, hoor, buf. Maar ja, het is Halloween. Toch? Zeg je niks? Ja, als je al die smink zo dik smeert, kan je je gezicht niet meer bewegen natuurlijk. Nou ja, heb ik ook eens een keertje rust, toch? Kom, we gaan. Zo, we zijn er, buf. Geef toch eens antwoord, wat is er nou met jou? Wat raar, het buurthuis is nog helemaal donker. Oh, maar de voordeur staat open. Hé? Schrik me rot. Ik struikel bijna over die kat. Zeg, wat een enge groene ogen had hij, hè, buf? Zag je dat? Nou ja, daar zeg je niks. Lekker rustig. Zo, de licht aan, dat is beter. Charlotte? Ben je er al? Hallo, is er iemand? Nou, ik hoor helemaal niks. Nou, kom op, buf. Dan gaan we die feestzaal maar vast inrichten. Iedereen zal zo wel komen. Ja, je moet even wat inrichten. Daar zijn we hier toch voor? Wat sta je nou? Wat ligt daar nou voor kleverige nattigheid op de grond? Dat lijkt wel bloed. Huh? Wat? Dan valt het licht ook weer uit. Weer zo'n bliksemschicht. Oh, wat een donderklap weer. Ik snap er niks van. Het was een heldere avond buiten, toch? Buf? Hé?
Zag ik nou Charlotte in die lichtflits? Charlotte, hi, hallo. Hé, jij ziet er ook al zo eng uit. Waar ben je nou? Ik zag je net. En ik wist niet dat we ons allemaal al zouden verkleden. Hé, godver... Oh, dat ben ik zelf in de spiegel. Ga jij nou vanzelf zo eng uitzien met Halloween? Krijg nou wat, buur. Wat doe je nou ineens achter me? Zo blijf ik schrikken. Heb je al iemand van het koor gevonden? Of je al iemand van het koor gevonden hebt? Is dat nou mevrouw Krupel achter je? En Ans? Agneta? Annefried? Jullie zien er zo... Hebben jullie misschien iets verkeerds gegeten? Joehoe, voldoen! Joehoe, voldoen! Het koor is niet meer. Dit is een straf, omdat ze een theeminnende sterveling in hun midden hebben geduld. En vaak is het. Hun beenderen zijn verpulverd en hun bloed verdoofd. Zoek een wraak op jou, want het is jouw schuld. Jij geen thee. Jij drinkt geen koffie. Hier geen thee. Kom hier, thee drinken de sterveling. Dan schenk ik een bloody cappuccino voor je in. Dit wordt echt veel te eng. Stop hiermee. Doe dat masker af. Het is niet leuk meer. Buf. Kom hier. Ik trek dat masker er gewoon van je af. Oh, god, ze is echt. Ze is echt. Het is een beetje bent. Oh, ik had de buurvrouw moeten geloven. En nu is het te laat. Nee, ik ga geen... Nee, ik ga koffie drinken, ik beloof het. Ik ga koffie drinken. Elke morgen, om 10 uur, zal ik bij de tv zitten bij koffietijd. En dan ga ik elke ochtend koffie drinken. Echt, ik ga koffie... Maar een droom. Oh, wat een opluchting. Joehoe, buurvrouw! Ja, buuf, ik kom eraan. Rustig. Joehoe, buurvrouw! Je hebt nog steeds je bel niet gemaakt, hè? Het is maar goed dat het nog vroeg is. Anders had ik heel de buurt wakker geroepen met mijn perfecte ding-dong-tring belimitatie. Zeg, buuf, ik moet even zeker weten of je wel meedoet met koffie drinken vannacht. Ja, natuurlijk. Ik heb 6 volle Ik heb 6 volle thermoskannetjes bij me. Top. Hè? Maar ik weet niet of dat wel genoeg is voor ons tweeën. En anders moet ik nog bijzetten. Ik denk dat je er toch voor de zekerheid nog 2 kannetjes bij kan doen, buf. Oh, nou, ja, buf. Lijkt me wel verstandig, ja. Ja. Oké, fijn dat je er nu ook zo over denkt. Hè? Ja, zo. Zeg, wie is eigenlijk dat glimlachende vriendelijke vrouwtje achter je? En waarom is ze de bladeren aan het wegvegen van mijn tuinpad? Met... Vriendelijke vrouwtje? Met die bezem? Hè? Ik weet niet waar je het over hebt. Waar is ze nou ineens? Oh, wacht. Je hebt misschien Betje Bet even gezien. Ja, die vliegt al de hele dag af en aan. Heb ik je al eens verteld dat ze een echte vliegende heksenbezem heeft? Nee. Ze is een... Je gaat nu koffie drinken. En ze is een heel vriendelijk spookhoor, buf. Ja, ga koffie drinken. Vooral als je koffie drinkt. Ja, natuurlijk, ja. Maar die zwarte kat van haar, die is wel een beetje gemeen.
Ja. Zwarte kat. Ja, met die enge groene ogen heeft hij. En die laat je altijd struikelen als je niet oppast. Oh. Maak maar 4 extra thermoskannetjes koffie erbij, buuf. Oké. Je hebt geluisterd naar Buurvrouw's Blog. Een productie van de dames Amarant.